te strak. De pleisters nu al op mijn hak. Van jong tot oud, daar gaan we dan. De Vierdaagse gaat van start. Hey, we gaan samen lopen. Hey, de Vierdaagse lopen. Hey, kilometers, kom maar op. Samen lopen naar de top. Hey, we gaan samen lopen. Hey, de Vierdaagse. De route die liep van Kilderbeek, Zeddam en dan weer terug naar Braamt. Nou, het grootste en uiteindelijk het vervelendste was dat Olde Bed in Wiel, een nieuwe eigenaar,
Daar hadden wij faciliteiten, alleen wij zijn niet op de hoogte gesteld, dus we werden eigenlijk compleet verrast. We hebben dat geprobeerd te repareren, alleen de eerste wandelaars hebben daar geen geluk bij gehad. Kijk, dan goed, een klein onvoorzien punt. Morgen gaan we via de Oude IJsselstreek, als ik het begrepen heb, een zware tocht tegemoet. Om in ieder geval hier richting het Simonsplein een groot feestje te vieren. Zijn er nog dingen waar we morgen rekening mee moeten houden? Nee, ik denk dat morgen voor de meeste wandelaars toch weer een leuke dag is. Je gaat naar de intocht toe, dus dat stimuleert alweer. Het wordt waarschijnlijk weer een mooie dag. Ze voorspellen wel wat buien, maar ik denk dat het wel een mooie dag wordt. En als we nou al een klein beetje terugkijken richting vorig jaar. Nou goed, vandaag, dit jaar zit er nog niet op. Maar als we terugkijken naar vorig jaar, kun je een beetje verschil zien qua aantal deelnemers? Nou, we hebben natuurlijk een beetje de pech gehad dat het Hemelvaartweekend in de 2-weekse schoolvakantie zit. Dat scheelt best wel veel wandelaars. Alleen als ik zie dat we nu de eerste dag 350 daglopers, de tweede dag 700 en vandaag weer ruim 300... dan is het aantal daglopers wel ontzettend groot en ik verwacht gewoon dat de daglopers volgend jaar 4 dagen gaan lopen.